Wanneer de regisseur van Edward Scissorhands en Nightmare Before Christmas, Tim Burton dus, zich waagt aan buitenaardse wezens, dan kan je wel iets heel vreemds verwachten. En dat is Mars Attacks, zijn nieuwste film, ook geworden. Fierce Creatures is dan weer een knotsgekke komedie met hetzelfde team van A Fish Called Wanda, namelijk Kevin Kline, Jamie Lee Curtis, Michael Palin en John Cleese. In première film en video krijg je over beide films een uitgebreide reportage. De nieuwste films in de kijker morgen voortekent. Daarvoor is er ter zake en om 9:30 ziet u Willy Sommers en Marcel Rijmakers toen en nu voor de camera in de jaren 70. En we beginnen onze televisieavond met een aflevering van de Britse reeks Kavanaugh. Zo, het zit erop voor vanavond, maar wie wil kan zo meteen nog kijken naar de herhaling van ter zake. Bedankt voor het kijken vanavond en lekker slapen. Wisten wij waar of wanneer? Wij hadden gedronken. De beker ineens, zodat in de daghaast van lichamen onze lichamen blonken. Wij hadden de wereld verloren, de wereld ons, en hielden een hemelbed aan waarin de stad wegtikken kon. Het reed met ons rond, deed met ons wat wij moesten. Dan gaven wij namen. En namen die in de mond. Zo vond men ons niet. De ochtend verdraagt geen zagen. Zijn licht is zijn zwaard. De trein nam ons terug, wiegend, naar ons bestaan. Daar lost iemand in blanke handen ons op. Daar heeft een huis ons bewaard. Wij drinken er, drinken op ons geluk. En lachen blazend het vuur uit. Van verjaardagstaarten. Wij gaan dus niet dood. Gewond van binnen kussen wij de dag en de mens. De spiegel die te scheren wil beginnen. Tot 2:00 kan u kijken naar de herhaling van Ter Zake. Een goede avond. De jacht op politici, de angst voor de varkenspest en het Belgisch beleid in Rwanda.